Alle scholen zijn vanaf morgen weer normaal open. Na ruim een week hebben leerkrachten aangesloten bij de BVL en de ALS de acties vandaag opgeschort. Hoewel zij nog huiverig zijn over de uitbetaling van de herwaardering eind mei, zullen zij het werk hervatten. Bondsvoorzitter Wilco Valies zei vandaag op een persconferentie dat de onderwijsbonden ten alle tijde correct behandeld willen worden. Hij vindt dat met de brief die vicepresident Ashwin Adin vanmorgen heeft gestuurd naar de bonden, de regering respect heeft getoond naar de onderwijsgevenden toe. De leerkrachten zullen het werk onder strikte voorwaarden aanvangen, meent de vakbondsman. Het was niet makkelijk, het was niet eenvoudig. En we hebben gezegd dat de basis heel smal is dat leerkrachten weer de strijdbijl zullen opgraven. Het zal afhangen van de houding van deze bureaus. Want als we merken dat er rancuneuze maatregelen worden getroffen tegen leerkrachten die in de afgelopen periode acties hebben gevoerd, dan zijn we weer op de barricade. Dat moet de regering weten. Dat moet de minister van Onderwijs weten. We hebben een aantal schrijnende gevallen meegemaakt hoe men omgaat met leerkrachten. Ook leerkrachten die naar het binnenland moeten gaan. Indien de uitbetaling daadwerkelijk plaatsvindt, zullen leerkrachten zich harder inzetten, benadrukt Valies. Op dit moment durft hij nog geen uitspraak te doen over een inhaalplan. Wanneer er inderdaad gestort is aan onze mensen, zullen wij klaarstaan als leerkracht om te werken, mee te werken aan inhaalprogramma's waaraan ze hun medewerking zullen verlenen. Ja, dus dat is wat wij gezegd hebben. Dus pas wanneer dat geëffectueerd is, dan pas gaan we werken aan inhaalprogramma's. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we die leerkrachten, maar goed, maar nogthans, we zullen kijken op welke manier we dat zullen doen. Maar als zo blijkt dat de overheid zich houdt aan haar afspraken, dan zullen we natuurlijk kijken hoe we, op welke manier we zullen communiceren met onze mensen. Want dus op het moment dat we de leden bijeenroepen, dan zal dat ook betekenen dat er weer lessen zullen uitvallen. Dus we zullen op een effectieve manier, op een spaarzame manier, zullen we met de tijd die er nog rest om dit schooljaar succesvol af te ronden. Dus we zullen daarmee ernstig rekening houden. BVL en als voorzitter Wilco Valies op een vandaag gehouden persconferentie. Leerkrachten aangesloten bij deze bonden werken vanaf morgen weer normaal.